Hoi, ik ben Johan. En ik ben Tim van Karkling.com. En vandaag gaan we lekker foamen. Maar is dat foamen nou ook nuttig? Of is het alleen maar een fun factor? We gaan het je laten zien. En Johan die staat daar al klaar. En we hebben deze kanariegele Peugeot te pakken. Die, we moeten er eventjes omheen lopen. Die wel het een en ander aan liefde en aandacht kan gebruiken. Stoffig van stuifmeel en andere ellende. Er zit hier wat vogelpoep op. Spindrag zelfs. Nou joh, die kunnen we wel eventjes verwennen, toch? Dit wel zeker. Hoog nodig. Als je aan de voorkant kijkt, dan zie je dat er genoeg insecten op zitten. Ook op de spiegels. Dus die gaan we eerst doen. Insectenreiniger, altijd op een droog oppervlak en een koel oppervlak aanbrengen. Dan heeft het tijd om in te werken. Als je het op een warm oppervlak zou doen, dan zou het meteen opdrogen en kan het vlekken veroorzaken. En bovendien werkt het dan voor geen meter. En als je het op een nat oppervlak zou doen, dan zou het meteen weer afglijden en dan is de inwerkingstijd veel korter. Dus ik spray het hier meteen op de nog vieze auto, spreek het op. Een beetje op de voorruit. Nou jongens, het lijkt wel een storm hier vandaag. En aan de achterkant, want deze Challenge Setti is ook geschikt voor organisch veld. De achterkant zat vogelpoep. Dat, ja, hier. Hier geven we ook wat spreetjes. Nou, dan kunnen we nu gaan foamen, Johan. Ja. Foamen we nou van boven naar beneden of van beneden naar boven? Dat is de vraag, toch? Ja, zeker. En daar zijn nog menige meningen, verschillen daar nogal over. Dus moet je het nou van beneden naar boven doen of van boven naar beneden? Nou, het werkt allebei. Maar het is eigenlijk, het is heel simpel. Foam begint op een gegeven moment te zakken. Dus als jij van boven naar beneden foamt en boven begint al te zakken en jij bent beneden je nieuwe foam aan het infoamen, dan neemt die foam van de bovenkant sneller de foam aan de onderkant weer mee de auto af. En dan heb je dus een kortere inwerkingstijd. Maakt dat nou heel veel uit? Ja, iets, maar niet superveel. Maar als je het nou het meest efficiënt wil doen, dan foam je dus van beneden naar boven. En dan heb je de langste inwerktijd. We gaan de auto dus foamen, maar wat is nou het nut van foamen? Foamen is natuurlijk leuk, dat had ik net ook al gezegd, maar foamen is ook echt wel functioneel. En waarom? Je weekt die auto voor, dus je hebt minder contactmoment met de auto en daardoor blijft hij dus ook langer krasvrij. Omdat je contactarm je auto kunt reinigen. Zullen we even start maken? Ja. We hebben nu geen gele auto meer, maar een witte. We ook hebben mooi eigenlijk. Hè? Ook wel mooi. Ja, toch? Ook wel, is ook wel aardig. Als je kijkt naar het foam op die banden, dan zie je dus dat het foam al bruin begint te kleuren. Dat betekent dus dat die vervuiling die op die band zit, meegenomen wordt en losgeweekt is door die foam. Je kunt het ook trouwens, als je hier kijkt op de grond, dan zie je dus ook dat het foam dus veiligheid meeneemt. En ik zag het hier achter, als je hier achter loopt, kijk, hier kan je het ook goed zien.
En alles wat blijft zitten, dat is wel voorgeweekt. Dus dat is nat geworden. Daar zitten die reinigingsmiddelen zitten daarin, waardoor je het makkelijk weg kunt halen in je volgende stap. Je kunt foam ook op meerdere manieren gebruiken. Je kunt het gebruiken als voorweek, zoals wij hier doen. Dan spray je hem in met foam en dan laat je het foam eraf zakken. En daarna ga je hem afspuiten met een spuitpistool. Of je kunt meteen met een washandschoen of een washpad bijvoorbeeld die auto wassen. Want zodra die in het schuim staat, kun je die auto zonder problemen wassen en daarna afspoelen. Maar wij doen het zo meteen op de eerste manier. Dus we laten dit eraf zakken en daarna spuiten we hem af met de hoogdrukreiniger. Dan weten we zeker dat alle vervuiling helemaal van die auto verdwenen is. We gaan zo meteen de auto afspuiten onder hoge druk. Maar jullie hebben gezien aan het begin van de video dat hier vogelpoep zat. En die heb ik eerst ingesprayed met Ciao Insetti en daarna is het ingefoamd. Maar zoals je ziet is het dus al verdwenen. Het is dus al losgeweekt en zelfs mee afgevoerd naar beneden. En dat scheelt weer. We kunnen ook even aan de voorkant kijken. Want aan de voorkant zitten natuurlijk de insecten. Die zitten normaal gesproken echt ontzettend vast. En als je nu kijkt, dan kunnen we een beetje eroverheen gaan en dan zie je al dat die insecten helemaal los zitten zonder dat ik hoge druk heb toegepast. Ja. Dus ook daar zie je dus dat foam een loswerkende, een loswekende functie heeft. Ja. Begin jij met het voorkantje? Ja. Lijkt me een goed idee. Ja? Ja hoor. We zijn de auto nu aan het afspuiten. Nou, we hebben de voorkant gedaan. Dat ziet er al goed uit. Een groot deel van insecten is al verdwenen. Wat je ziet is dat Johan met een kort spuitpistool spuit. Het voordeel is dat je dan makkelijker zeg maar, in hoekjes en gaatjes kan komen. En veel flexibeler bent dan wanneer je zo'n enorm kanon hebt. Ja, echt soms. Echt een enorm kanon. En je hebt ook verschillende opzetstukken op die korte spuitpistolen zitten, waardoor je zeg maar verschillende breedtes van de straal kunt. En je kan dus heel makkelijk. Ja. Kom maar. Wisselen. Maar ook. Ja, foamlans erop. Foamlans. Maar misschien is het ook wel aardig om te laten zien wat die verschillende opzetstukjes doen qua breedte. Ja. Hier even op de voorkant. Even kijken. Moet ik even eentje? Ja. Hoppakee. Ah, dat is de very special version. Ja, en even kijken, de groene. Iets smaller en dan heb ik ook en nog een rode. Die heb je verstopt. Hoi. Altijd goed controleren of die vast zit, want je wil niet dat die. Nee. Ja, vooral ook die ene die ervoor zorgt dat je niet onder hoge druk, maar onder normale druk je auto kan afspuiten, kan heel erg handig zijn. Nou ja, spuit me verder af. Ja? Ja hoor. Johan heeft nu de zijkant ook gedaan en het is misschien wel aardig om te zien dat die zijkant was vooral ook onderop echt wel vies. Hoeveel van die vervuiling over is gebleven?
Hij is eigenlijk al voor 80-90% schoon. Ja. Dus de wasbeurt, waarmee je dus met je washandschoen of je washpad aan de gang gaat, is veel lichter. En omdat hij veel lichter is en je werkt op een schone oppervlak, zorgt dat er dus voor dat je met minder swirls en dat soort ellende opgescheept wordt. Nou, we hebben nu de hele auto afgespoten en wat je kunt zien is dat hij echt al een heel stuk schoner is geworden. Een 100% score met foam en afspuiten ga je niet halen. Dus op het moment dat je dat doet, moet je hierna altijd wel de normale wasbeurt toepassen. Maar als je hier op de achterkant kijkt, die was echt wel heel erg vies. Is heel veel van die vervuiling is er keurig netjes afgegaan. Zou je tijdens het foamen meteen met een washpad of een washandschoen aan de gang gegaan zijn, dan heb je meteen een 100% schoon resultaat. Maar is het minder veilig omdat je het niet als voorwas hebt gebruikt. Je hebt ook verschillende soorten foam. Van pH-neutrale onderhoudsfoam tot sterk alkalische foam die heel erg sterk reinigt. Maar ook weer minder veilig is voor bijvoorbeeld je wakslaag. Als je een coating hebt, dan is die 9 van de 10 keer wel prima bestand tegen die foams die sterker reinigen. Heb je dat niet en wil je het als onderhoud gebruiken, dan kun je het best een pH-neutrale foam gebruiken. Dus het is nu tijd voor de verdere wasbeurt. Maar daar hebben wij uiteraard al een hele mooie video over gemaakt en die vind je hier in de hoek. We hopen je met deze video op weg te hebben geholpen, zodat jij zelf lekker kunt gaan foamen en dan wordt ook jij een echte clean rider. Tot de volgende video. Later.